Het rendement probeer ik te verhogen door erg kostenbewust te functioneren. Zelf doe ik dat met het OT-formulier. Dagelijks hou ik bij wat mijn uitgaven zijn en de inkomsten. Op deze manier zorg ik ervoor dat ik niet te veel personeel inplan. Zorg ik ervoor dat mijn voedselkosten beperkt blijven. En zorg ik ervoor dat ik elke dag mijn omzet duidelijk heb en de kosten ervan. Het is gewoon ideaal eigenlijk. Als jij niet weet wat de foodkost van jouw manier van werken is, dan kun je ook dat nooit overbrengen aan je personeel. Als je je foodkost en je personeelskosten wil leren beheren, leer dan eerst 7 dagen te werken, want dan weet je wat mogelijk is. Ik ben heel scherp op de foodkost, scherp op de laborkost. Ik heb ook een tool zelf ontwikkeld in Excel. Moet aan het eind van de dag moet de manager de omzet, servicetijden, het gemaakte uren invullen. En daaruit komt dan de productiviteit. En voor mij hebben ze voor de productiviteit hebben ze een target. En als je productiviteit voor mij, als dat boven de 35 ligt, dan zit je gewoon aan de goede kant van de streep. En dan wordt het ook, die dag wordt dan ook groen. Dus dan weten ze ook als ze in het groen hebben gedraaid die dag, dan hebben ze het goed gedaan. Momenteel ben ik begonnen personeelsleden van 15 jaar te werven. Boven de 5 jaar begin ik niet meer aan. Ik wil ook meerdere fietsen. Ik heb nu 1 fiets, maar op korte termijn wil ik er zeker 2 à 3. Ik denk de 3 grootste pijlers is personeel als allereerst, foodkost en ik ben er ook van overtuigd dat je LSM heel veel kunt doen en toch niet te veel hoeft te investeren. Wanneer bepaalde percentages niet gehaald worden door mijn manager, dan kan dat gevolg hebben voor het hele team. Niet alleen de manager is aansprakelijk, maar ook de overige personeelsleden. En dan wordt er een borreltje na werk, wat nog wel eens gebeurd wordt, geschrapt. Of het jaarlijkse bedrijfsuitje, dat gaat niet door. En de tip die ik aan iedereen wil meegeven, ga door met dat OT-formulier. Het OT-formulier is geweldig. Als je niet mee bent begonnen, doe het. En het lijkt alsof ik het moet aanprijzen, maar het is echt niet zo. Ik gebruik het, jullie mogen het allemaal komen bekijken, dus doe dat. Pizzascore vind ik heel erg belangrijk, daar raak je me echt recht in mijn hart. Ja, we letten heel erg op die randen dat ze kaasvrij waren. Vroeger werd daar minder op gelet. De bodem die moet gewoon goed gemaakt worden, anders krijg je luchtbellen. En dat zijn van die kleine dingen waar je beter op gaat letten op het moment dat je zo'n pizzascore voor ogen krijgt. En als een pizza echt niet naar behoren is, dan gaat die direct voor iedereen zijn neus de prullenbak in. En zeg ik, maak hem maar opnieuw. Bij mij is dat echt wel leading in mijn winkel. Er moet gewoon een mooie pizza's. Ik roep ook altijd kunstwerkers de deur uit. Ja, service vind ik heel belangrijk. Iedere koerier die een zakje sla of een knoflooksausje of een ijsje vergeet. Dus elk product wat vergeten is, dat moeten ze €2 voor inleveren. En dat gooien wij in een ezelspotje. Dan kunnen wij achteraf iets leuks ermee gaan doen met het personeel. In de winkel zelf train ik de mensen aan de hand van de CCD-lijst. Alle punten lopen we na. Telefoon, counter, deur, product. En mocht de resultaten niet goed zijn, dan gaan we het met het hele team bespreken, net zolang tot het eigenlijk goed is. Wij gebruiken ons dashboard ook om de boodschap door te geven en aan te geven aan het personeel. Soms halverwege de dag geef ik even aan, we staan op 14 minuten, we doen het heel goed. En zo proberen we door middel van de dashboard ook onze snelheid te monitoren. Wel snel, maar met beleid en met veiligheid. De SATA-printer gebruik je om de houdbaarheidsdatum van je producten bij te houden. En ook gebruik ik het om alle producten die in je make-line bovenin zitten, die moeten ook dagelijks gestickerd worden. En daar heb ik een overzicht van. Hoeft niet met de hand geschreven te worden. Ik print een stickertje uit en ben klaar. Het is heel handig. Je hoeft zelf niet continu iets op te schrijven, wat dan ook. Je geeft aan gewoon welke product waar je een sticker van wilt hebben. En het wordt gelijk uitgeprint, netjes. Handen worden niet vies. Je kan gelijk alles goed bestickeren. En het heeft alleen maar zijn voordelen. Ik wil ook niet meemaken dat ik word geconfronteerd met de slechte resultaten of de slechte hygiëne in een andere omgeving. Een andere New York Pizza filiaal doet het daarmee. En uiteraard wil ik ook niet dat een mede-franchise-nemer wordt geconfronteerd met mijn slechte hygiëne.